Hoi, ik ben Germaine. En ik ben Sanne. En dit is ons huwelijksfilmpje. Judith, hoe werkt dit? Samen snijden. Jullie zijn toch getrouwd? Samen alles snijden. Vertrouw me. Ja, ik doe mijn best. Ja, vriendje. Elk huwelijksfilmpje gaat over het ja-moment. En natuurlijk de kus. Maar voordat jullie die lekkere, hartstochtelijke kus gaan zien, beginnen we eerst met hoe wij elkaar hebben ontmoet. Ken je al nergens van? Ik denk nog, Germaine. Het was Valentijnsdag en we hadden beide een beetje liefdesverdriet. Toen we elkaar tegenkwamen op een netwerkbijeenkomst over slavernijverleden. Ja, daar stond jij dan. Mijn Cupido. Het was liefde op het eerste gezicht. En daarom vroeg ik je ook, ken ik jou niet ergens van? Zelf noem ik deze ontmoeting het wonder van Valentijnsdag. Je was op dat moment zo ziek en zo boos, maar ook zo ontzettend gelukkig. Dat is mijn ontroering. Nou, dat is de baas komen. En nu komt het weer. En ik zie dat moment zo voor me. Het was zo'n ongelooflijk mooi moment. Je was ook erg ziek toen ze je allemaal in het ziekenhuis kwamen bezoeken. En jij hun vertelde dat je met me wilde trouwen. Zoon van de verloofde. Wil eens met je bil bewegen? Oei! Door middel van dit kaartje wensen we jou en Sanne hier heel veel sterkte toe. Oh ja? Dank jullie wel. Ik was ook echt even bang dat ik je kwijt zou raken. Maar moet je ons nu eens zien? Je maakt me zo gelukkig. Ik laat je nooit meer los. Is van iedereen hier.
van dichtbij, van ver. Dus kortom mensen, liefde is Sanne en Chanel. Zou je me hier in het ja-woord willen geven? Ik zou je ook zonder jurk in het ja-woord geven. Ja, maar dat is iets anders. Dat was, ik deed dat de andere mensen ook gingen uitnodigen. Ik ben hinderlijk hoor. Hinderlijk. Mag je afleggen? Ja, aan je handen. Ik wil je binnen de gaten. Ik durf niet meer. En natuurlijk onze moeders, onze lieve moeders, die zoveel hebben meegemaakt. We hebben geleerd dat moed en door de levensvermogen is. En dat het ook bij elke dag meenemen in ons leven. En daar wil ik je heel erg voor bedanken. Want we houden heel erg veel van elkaar. Maar we houden ook heel erg veel van jullie allemaal. En natuurlijk waar jullie al die tijd op hebben gewacht. Hier komt onze kus. Beloof je getrouw alle verplichtingen te zullen vervullen. Die de wet aan de Roemeense staat verbindt. Wat is daarop je antwoord? Ja. Dan verklaar ik jullie tot man en vrouw.